Zaterdag 24 februari. Om te vermijden dat je te veel kookt, weeg je de pasta en rijst van de vorm per persoon af. Ja, jullie zullen wel denken, wat laat je me nou zien, hè? Maar dit is het plafond van het station in Groningen. Mooi, hè? Het is echt een mooi station. Ik vind dit zo mooier dan Leeuwarden. Daar staat nog op wachtkamer, eerste en tweede klas, damessalon. Dat had je vroeger, hè? Had je de wachtkamers, kun je overal zitten. Prachtig. Is echt mooi. Jongen, jongen, jongen. Lijkt wel een paleis. Hè? Lijkt wel een paleis. Prachtig. Echt mooi. Ja, we zijn in Groningen. Ger moet even een paar schoenen hebben. En we hebben vroeger altijd Echo-schoenen gehad. En dat beviel hartstikke goed. Ger zei, omdat ze nou zoveel loopt, dat de Echo-schoen misschien beter was. Hè? Ja. Voor de voeten. Dus, en hier heb je zo'n winkel die alleen maar Echo-schoenen verkoopt. Kijk eens hier aan de buitenkant, is het ook zo mooi. Derde klasse, wachtkamer derde klasse heb je daar. Even kijken, oh ja, daar heb je nog zoiets. Mooi. Anno 1895. Ja, dat is echt een mooi station. Een man die tilt hem op en die gaat er hard. Ja, niet meer op. Daar heb je de Echo-winkel. Dat zijn echt hele fijne schoenen. We hadden ze ook voor golf. En gewoon voor op straat, zeg maar. Nou, even kijken of Gea kan slagen. Kussen nog. Dat is echt een hele aparte zool. Kijk eens. Dat lijkt me echt heel fijn lopen, zo'n schoen. En de medewerker hier die haalt even een schoen op voor Gea om te passen. Nou Gea, hoe loopt dat? Goed, ja? Ja. Ze zegt gelijk al, dit loopt echt lekker. Ja. Dus tips voor de mensen die een hele fijne schoen willen. En met 50% de korting moet je nou de slag slaan, hè. En hier op de herenkant heb je ook die schoenen, zie je dat? Met die aparte zool. Mooi. Gewoon een winkel met één merk, hè. Ja. Het is wel ons merk. Ik weet wel, als het lopen, als over een tijdje het lopen met mij beter gaat, kom ik hier weer en dan koop ik ook zo'n paar schoenen. En nou we hier toch zijn, gaan we natuurlijk ook even kijken bij de Martini-toren. Is het de kerk of de toren? Ja, Martini-kerk. Ja. Net of ze de kerk om dat huisje heen hebben gebouwd. De kerk is gesloten. Pas op dinsdag 5 maart weer voor het eerst open. Moet eens kijken, daar heb je een bootcentrum. Kleding voor de kust, dat witte pandje daar voor ons. Ook ja, net of het ertussen gebouwd is. Hè. Misschien was het vroeger wel een breed gangetje. En dat het nou een winkeltje is. Nog, jij heeft bij CNA nog even een vest geschoord voor het tientje. Ja, dat is ook koopje. Opruiming. En toen waren we weer terug in het station. We gaan weer richting Leeuwarden en van daaruit moet je even overstappen, hè? Ja. In de andere trein naar Grouw. Ja, hebben we Groningen ook even gezien. We zijn hier wel eens eerder geweest met de boot, maar nog nooit in de binnenstad. Mooi start, hè? Ja, alleen heel druk, ja. Op zaterdag. Hartstikke druk. Ze lopen je de veters uit de schoenen. Dat is erg letterlijk, hoor. Ik had gewoon een aardig keer dat ze me op de hak liep. Onvoorstelbaar. Maar ja, we gaan naar Grouw. We hebben al een tijdje dat er opvalt dat de waterkraan in de douche, dat die aan en, of aan, hij gaat niet echt aan en uit, maar dat de druk hoger en lager gaat. En dan was ik even aan het kijken. Dan moet ik, volgens mij,
En dat schroefje daar. Daar moet ik volgens mij iets aan bijstellen. Hier zo. Alleen, ik had even nog gekeken op het geweldige YouTube. Want ik denk er zijn vast zeker wel wat filmpjes. Maar dat is van de Surfflow waterpomp. En dit is volgens mij geen Surfflow. En dat was volgens mij, ja, er staat een stickertje op een Alpha. Met een lampje erbij. Kijk maar, ja, het is een beetje moeilijk te filmen zo. Oh, dat is een Johnson. Even kijken of we daar ook een video van is. Maar volgens mij moet ik dat schroefje. Ja, dat is dan met een inbus bootje of inbus sleuteltje. Moet je die volgens mij losdraaien of indraaien. En bij sommigen moet je dan het schroefje er helemaal uithalen. En dan moet je bij de ene moet je 7 keer draaien of 7,5. Bij de andere tussen de 9,5 en 12 keer. Allemaal heel ingewikkeld. Maar volgens mij moet je gewoon de kraan los doen. En gewoon een beetje draaien naar dat ding. Maar ik zal eerst even kijken of ik een video over kan vinden. Dat is misschien toch verstandiger. Ik heb de pomp wel gevonden. Zie je dat? Dat is dezelfde. Maar geen video van diezelfde pomp. Maar wat blijkt nou? Johnson is een merk die maakt heel veel pompen. Heel veel verschillende pompen. Dus ik zie nergens een video van die pomp die wij hebben. Ja, en Johnson is ook nog een merk voor buitenbordmotoren, dus dan krijg je natuurlijk ook nog af en toe eentje van. Dus dat is wat. Ik denk dat ik maar gewoon de inbesleurder pak en gewoon eens even begin te draaien en kijken wat hij doet. Water pump not working well. Zie je, als je kijkt, dan zou je denken, nee, dat lijkt wel een beetje op die, maar dat is hem niet. Dit is een Surfflow. Zie je dat? Kijk, daar heb je een grotere. Ik denk dat ik gewoon maar even naar het knopje draaien, even kijken, of de inbus draaien, kijken wat hij doet. Ik ga de douchekraan niet aanzetten, maar dan krijg je de hele douche weer nat. Maar ik doe deze even. Als ik hem vol aanzet, dan gaat het prima hoor. Maar de warme water in de douche is wat dunnere slang. Dan komt er ook wel een beetje door. Nog even zien, zie je dat? Je ziet dus gewoon dat het harder gaat stroom en dat weer zachter. Dan weer harder en dan weer zachter. Nou, dan ga ik even de sleutel pakken. Ik heb een inbussetje klaar liggen en dan ga ik eens even kijken of het gaat lukken zo. De kraan staat nou open en je hoort wel, hij gaat aan en uit. Zie je dat? Even kijken, als ik hem indraai. Ja, ik probeer het toch zo. Ik zie wel dat de waterdruk gelijk is. Zie je dat? Zet ik toch even de douchekop aan. Alleen dan doe ik het wel even boven het putje. Dat niet de hele doen nat wordt. Dit is het warm water. En die ging echt aan en uit. En nou niet meer. Hij blijft nou gewoon dezelfde druk houden. Kijk eens. Mooi. Als je wil denken, waarom vul je de ene jerrycan met de ander? Deze jerrycan die hebben we laatst gekocht. Is eigenlijk de nieuwste dus. Maar dit kraantje gaat heel zwaar. En als je dan iedere keer die waterpakken moet vullen, hè, we hebben een pakken van Balladu, die vullen we dan hiermee. En dan, ja, dan, als het is zo zwaar gaat, kijk, je moet echt kracht zetten om hem open of dicht te doen. Dan, dat is niet zo prettig. En we hebben nog een jerrycan, die staat op het moment hier zo bij de gaat. Deze heeft het laatst gevuld, zie. Dan heb ik hier staan dat de zon er niet zo opschijnt. Ik weet niet wat het doet met het water, hè, als de zon er zo opschijnt. Dus nou, ja, dan vul ik hem hier mee. En dan nemen we die op reserve. Ja, dan kan ik dat gewoon vullen, ergens. En dan, ja, waar een watertappunt is. En dan kan ik hem
zo overgieten, hè, in de andere jerken. Geen probleem. En twee moet eigenlijk ook genoeg zijn, hè. Twee, en dan hebben we iets van 10 pakken ballenduk. Dat is ook nog 20 liter, dus 60 liter in totaal. Daar kunnen we een hele tijd mee. Ik ga eventjes naar het eiland, eventjes de poepzak wegbrengen van onze droogtoilet. En je zult wel denken, waarom vaar je zo langzaam? Dit is namelijk een nieuwe motor. En dan zeg je natuurlijk, ja, dan wist ik dat je een nieuwe motor had. Nee, dit is de tweede nieuwe motor. En het is gewoon weer dezelfde motor als die andere, ook in het wit. En ja, deze moet ik ook weer invaren, dus ik moet even rustig varen nou. Ik heb me laatst al even een kwartiertje laten lopen en dan moet ik eigenlijk, ja, half gas zeggen ze dan, maar ik doe iets minder dan half gas. En dan, als ik dan op een gegeven moment, moet dat 2 uurtjes volgens mij, dan kan ik op 3/4 gas. Nee, wacht even. Ah, ik weet niet precies. Dan moet ik even weer nakijken, maar ik ga nou naar het eiland op en neer en dan doe ik eventjes een klein beetje gas, iets minder dan half gas. Dat lijkt me verstandig. He, niet te veel gas gelijk. En dan kan ik later een keer wat meer gas bijgeven. Dus, nou, dan gaan we. We zijn aangekomen bij de containers. De containers zitten nog lang niet vol. Er zit een hoop rotzooi in trouwens, ik zal het niet filmen. Maar daar heeft iemand echt van alles in gegooid. Onderdelen, kleine gasflesjes, van alles. Maar ja, dat krijg je natuurlijk. Hè. Maar het is niet zo dat de containers helemaal vol zitten. Dat had ik verwacht. Ik denk, nou, in zo'n winter, dan pleuren ze natuurlijk helemaal vol. Maar dat valt mee. Dus er kan nog genoeg mee. Wel ideaal zo, hè, van de Margriete dat ze dat doen. En we gaan natuurlijk wel eventjes een paar cent overmaken naar hun. Hè. Want daar moet je wel even dankbaar voor zijn. We kopen een sticker. Dus niet, Geer wil geen vlaggetje. Maar we hebben eigenlijk, ja, waar moet je hem ophangen, hè? Dus we hebben nou zo'n sticker van afgelopen jaar. En dan kopen we straks ook weer een sticker voor dit jaar. Die, eind februari zijn die weer voorhanden. En dan kun je ze weer krijgen. Dus ideaal zo. Daar, en die motor, ja, dit is lopen ook hartstikke mooi, hè? En die kan ik straks dus achter de boot maken. Zal ik even laten zien. Daar heb ik ook helemaal aangepast dat hij daar ook op past, zeg maar. Dit is de plek waar de motor komt. En die andere zit daar. En die zit dan dezelfde afstand van de buitenkant als die andere. Nou, en dan ben ik wel hartstikke benieuwd als we vandaag of morgen weer gaan varen. De bedoeling is overmorgen. En dan hebben we maandag, dan waait het geloof ik harder. Morgen. Want vandaag is zondag. En dinsdag kunnen we daar dan heen varen en dan woensdag zeg maar door Akkrum en dan richting Sneek. Nou, eens even weer afwachten natuurlijk wat het weer doet. Zeg nou zelf, dit staat toch mooi zo? Twee dezelfde motoren zo op een rij. Ja toch? Nu ben ik alleen nog benieuwd hoe dat vaart. Met 3 motoren achter en 2 voor. 5 motoren. 3 elektrisch en 2 op benzine. Het is vandaag maandag 26 februari. Eet bij een verstopping gekookte gedroogde appels met yoghurt en honing. Je kunt de laxerende werking van dit laxeermiddel vergroten door rauwe appel aan de yoghurt toe te voegen. Ja, 26 februari alweer. Onvoorstelbaar, de tijd vliegt. En we zouden eigenlijk, ja, we hadden eigenlijk gisteren moeten varen. Gea wou gisteren varen, toen zei ik, ah, laten we nog maar niet doen, maar nou heb ik spijt. Vandaag kunnen we niet varen, het is vandaag windkracht 4. Maar morgen willen we toch wel weg hier. Dan gaan we morgen richting Akkrum en dan vandaar naar Sneek. Ik heb gevraagd aan de haven, heb ik een mailtje gestuurd en die waren wel gewoon geopend daar. Nee, de domp is daar, dus de domp 1 eet daar geloof ik. Maar we moeten de boot even opdraaien, want ik heb namelijk de voorkant, leg ik altijd tegen de wind in, maar de wind is gedraaid. We hebben nou noordoostenwind, dus de gijzer waait iedere keer uit. Plus dat koude wind via de achterdeur naar binnen komt. En dan kunnen we die natuurlijk vergrendelen, goed dichtdraaien en dan via de voordeur eruit. Maar ik vind het toch wel makkelijker via de achterdeur. En als we dan morgen vroeg wegvaren op tijd, dan kunnen we ook zo rechtdoor wegvaren.
Alleen, het is even, het waait behoorlijk hard. Dus ik ben net even naar buiten geweest. Even kijken of ik hem in bedwang kan houden. Dus ik trok hem naar de kant toe. En dan pakt de wind pakt hem en dan hou ik hem niet meer naar de kant toe. Dus ik moet even wat verzinnen dat ik even met extra lijnen, dat ik hem eerst vergrendel met een extra lijn naar de volgende bolder. Ja, dat ik hem dan van daaruit weer naar binnen haal. En dan weer die andere lijn die ik los heb gehad weer naar de volgende bolder. Dat ik zo ver mogelijk naar die kant kom. Dan kan ik de bolder hier van de voorkant, of de lijn van de voorkant pakken. En die leg ik dan vast en dan laat ik hem gewoon omwaaien. Dus even venders aan alle kanten uithangen. Rubberbordje er even achter weg wil en nou, dan moet dat lukken, denk ik. Dat is niet zo makkelijk, maar het is gelukt. Het is dinsdag 27 februari. Wafels bakken, zeg oma. Dat kun je het beste doen door een dun laagje olie te gebruiken met een bakkwas. Bakkwasje. Dan moet je dat wafelijzer zeg maar insmeren. En dan dat kun je beter doen dan bakspray gebruiken. Maar die laat na herhaaldelijk gebruik een plakkerige laag achter. Vandaag is een heugdelijke dag voor ons, want we gaan Grouw verlaten. We hebben brugbediening aangevraagd, maar de bruggen die, ja, de brugwachters die zijn er niet. Maar die kun je aanvragen, hè? Dan moet je van de voren aanvragen. 24 uur van de voren geloof ik, dus gisteren heb ik gebeld. En er zijn twee bruggen in Akrum die ze dan open doen voor ons en dan kunnen we doorvaren. En dan komen we nog eentje tegen in Te Hennen, maar die wordt sowieso bediend. Daar zit voor mij altijd wel een brugwachter, hè? Of dat die op afstand bediend wordt. Ja, dat is ook voor de grote schepen. Ja. He, maar daar komen ook wel grotere schepen door, beroepsschepen en zo. Dus, nou, we gaan straks de borden starten. De motoren starten. En dan gaan we die kant op. We varen. Ja. Kijk eens, het water is bijna als een spiegel. Oh, wat een lekker weertje zeg. Echt heerlijk. De zon komt op. Prachtig weer. Maar het water is niet meer als een spiegeltje. Ik denk dat het nou windkracht 2 is. Maar we hebben wind mee, dus dat scheelt weer. Ja, dat is ook wel mooi zeilboot. Nou, ik weet niet of dat zeilboot is. Ik zie geen energie. Ik kan ook wel gewoon twee masjes zeilen. Als je dat leuk vindt. Hij stuurt hartstikke mooi. Dus ondanks dat de twee Suzuki's rechtdoor willen, is toch de Torquido een beetje de baas. En ik geef maar, even kijken, 2,6 kilowatt op moment, dus dat is nog niet halfgas. En je gaat toch echt wel heen en weer, zie je dat? Dus hij stuurt wel. En dat was ik nog even benieuwd naar, want ik denk, straks wil de bord alleen maar rechtdoor met die twee Suzuki's. Omdat ze zeg maar gefixeerd zitten, hè? Dus, nee, gaat prima zo. Ik heb alleen maar een heel klein beetje gas. We gaan 3 km per uur nu, 3,6. Dus ik kan nog wat meer gas geven, maar ja, dat is hier niet nodig. We zijn mooi op tijd. 10 uur is de brug wachten in Akrum. En als je goed kijkt, zie je nou al de watertoren van Akrum voor ons. Dus ga lekker zo. We zijn in Akrum. Kijk of de brugwachter op tijd is. Of dat hij iets eerder is. Hij is er nog niet. Even wachten dus. Wat een prachtige dag, hè. Rechts zie je die huisjes, dat is Te Hennen. En recht voor ons, daar is het Kameleon eiland. We zijn bij de sluis van Te Hennen. Nou ja, sluis. Hij staat eigenlijk altijd open. Tenminste, ik heb hem nog niet dicht gezien.
We zijn nu op Sneekermeer. En er komt een vrachtschip door de vaargeul, dus wij gaan eventjes buiten de vaargeul. Rechts van die rode betonning. We hebben de Suzuki uitgezet, maar we zijn er bijna. Nog een klein stukje. Hier rechts is de dop 2 en wij moeten naar links, de dop 1. We liggen aan een meldsteiger, dus we moeten ons even melden. We liggen op plekje 75. Daar is dit mooie schip, de Watermuziek. Tegenover de camperplaatsen, zie je dat? Nou, mooi plekje op die ja. Ja. Maar dit was een lange dag. Het is 1 uur of 2, volgens mij, zo weet je. Dus we gaan zo eerst even boodschapjes halen. Hè? Ja, en dan laten we morgen de haven wel even zien. We zijn verhuisd. We waren eerst aan dat plekje, nummer 75. Maar we hebben nu nummer, voor mij is 79. Ja, 79. Gea die kan hier makkelijker opkomen. Daar kun je niet aan de achterkant eraf. Zie je dat? Dat vingerstijgertje, of hoe noem je dat? Die loopt niet helemaal door tot het eind. Dus je moet ze aan de voorkant af. En aan de voorkant heeft ze niet dit ding. Hier kan ze mooi opkomen zo. En dan kan ze zo vandaar naar hier stappen. Zo, ja? En dat komt daar niet. Dus en we passen er precies tussen. Voor hebben we nog 1 meter ruimte. Achter 2 meter ruimte. Dus prima zo. Woensdag 28 februari. Wafelijzers volmaken. Trek na het gebruik van een wafelijzer de stekker uit de stokkeltak, leg een stuk vochtig keukenpapier op het ijzer en sluit het ijzer. Doordat het apparaat nog erg warm is, zal het stoom afgeven en zo de wafelrestjes losweken. Open het ijzer na een paar minuten en veeg de resterende deeg, beslag en wafelrestjes eenvoudig weg. Ik had gisteren al gezegd dat ik even de haven zou laten zien, maar er valt niet zo heel veel te laten zien. Dit is gewoon zo'n rij, zeg maar, weer, waar de schepen liggen. En de rest is allemaal overdekt, zie je dat? Dus heeft niet zoveel zin. Camperplaatsen. Mooie ruime camperplaatsen, zie je dat? Met een haagje ertussen. Maar dat is nog niet zo raar. Maar wat ik nou even wil doen, gisteren hebben we natuurlijk flink wat uurtjes gevaren. En wat ik even wil doen, is even olie peilen. En nou, ja, die oliepeilstok. Ik zal eens even eentje laten zien. Kijk, dit is een oliepeilstok. En hier heb je een kijkglaasje. Maar dat kijkglaasje zit hoger dan de oliepeilstok. En in tegenstelling tot die 2,5 pk die we hebben, daar kun je namelijk zien of er genoeg olie in staat. Dat was hartstikke handig. Bij deze is dat niet zo. Moet je echt de oliepeilstok eruit draaien. En dan moet je hem er weer in doen. Dus even schoonmaken. En dan doe je hem er zo in. Dus niet meer in draaien, maar zo. En dan kijk, wat moet je zien? Je ziet haast niet dat er wel olie in zit, zie je dat? Je kunt bijna niet zien aan dit ding. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb even een kartonnetje gemaakt. Zie je dat? En die gebruik ik dan als oliepeilstok. En dan kan ik deze ernaast leggen. En dan kun je zo zien. Zie je dat? Tot hier. Dus dan zou die eigenlijk halverwege moeten zijn of ja, net iets lager, zeg maar weer. Dus hij moet eigenlijk tussen dit ding en dit ding in zit. En dat kan ik dan gewoon hier naast houden en dan kan je dat zien. Dus eventjes deze erin. Nou, dan kun je zien hoeveel erin zit. Zie je dat? Dus dan is het duidelijk. En dan hou ik hem zo. En dan is die precies tussen het maximum en het minimum in. En daar zat hij. Zie je dat? Dus dat is goed. Moet ik die andere ook even peilen? Heb ik gelijk. Of die ook goed is, dat is die nieuwe motor. En dan doe ik het even met de andere. Deze heb ik al eens eerder gebruikt, zie je dat? Als het goed is, moet ik het nog wel kunnen zien zo. Ja. Dus ik kan hem er even naast houden. Deze zit. Ja, dat is precies hetzelfde, zie je dat? Zit ook tussen de minimum en maximum in. Ik denk dat ik allebei een klein beetje ga bijvullen. Zo, doe er even een klein scheutje bij.
Dan zit die mooi op maximum. Ik weet niet of het goed te zien is. Oké, hoor. Kom, ik heb het wel zien zo, hè. Zie je dat? Het zal nog heel iets benen doen. Maar er moet niet te veel in. Dat is ook niet goed. Maar zo moet het goed zijn. Pak bij die andere ook nog een beetje in. En dan is dat weer klaar. Ik dacht dat de jachthaven hier ophield, hè. Dit stukje zo hier voor langs. Maar daar is ook nog een heel stuk, zie je dan. Er ligt ook nog heel wat schip. Dus het is toch nog groter dan ik dacht. En we moeten natuurlijk ook nog even de start bekijken, hè. Kijk eens, mooi CNA-pand. Lijkt gewoon heel oud, maar volgens mij is het niet zo heel oud. Tenminste, de ramen niet. Moet je hier naar binnen? Even snuppen. Gea had in Groningen vest gekocht. Zie je dat? Een rosvest. Voor een tientje geloof ik, hè? Ja, 10 euro. Ja. En dan woont ze er nog één bij. Nou. Met 20% korting. En dan heeft ze dit. En dan krijg ze nog een beetje extra korting. Moet je member zijn van CNA. Dan ben je, krijg je wat extra korting. Is wat. Is toch geen geld? Ja, dat kan je natuurlijk niet missen, hè. Gea moet ook nog eventjes naar de handwerkwinkel. Ja. Oh, kijk eens. Mooie verkoopbalie. De wolafdeling. Sukkelwol. Daar loopt ze weer. En ik op de fiets. En Gea zei vanmorgen, weet je, eigenlijk moet ik ook maar zo'n vouwfiets. Dus we keken even op Marktplaats. En wat dacht je, een goedkope vouwfiets, een nieuwe, in Sneek hier. En ik belde, of die man die belde mij, want ik had hem mijn telefoonnummer doorgegeven, hè, in een reactie. En toen zei hij, ik kom hem wel even brengen straks. Dus net na de middag komt hij even de fiets brengen bij ons. Mooi, hè? Er zijn toch wel aardige mensen, hè, in de wereld. Ja, toch? Hoeven we daar niet helemaal heen te fietsen of te lopen dan. En zo zijn we bij de Xenos binnen. Even snuppen. En dan denk je natuurlijk, gaan jullie ook nog even naar de waterpoort? Nee, maar die is eigenlijk, ja, dat is wel een mooi ding, maar niet als de zon niet schijnt. En 's avonds is die eigenlijk nog veel mooier. Nee, als het licht erop schijnt. De fiets is gebracht. Kijk nog eens. De busbike. DUZ-bike. Nou, leuk fietsje toch? Er zit wel een klein beetje roest aan. Zie je dat? Hier zo. Zo mooi eventjes mee bezig. En even zien dat we ze droog houden. Ik denk dat ze ervoor neerzetten. Voor zijn afdakje loopt wat verder door. Dat hebben ze daar opzetten. Nou, en ik denk even een ander zadeltje halen voor Gea straks. Want dit zadeltje zit voor geen meter. Die zijn veel te klein eigenlijk, hè. Ik zat hier eerst ook op. Ik heb hier ook een ander opgezet. Nou, dan kan Gea ook fietsen. Eigenlijk zou het nu donderdag 1 maart zijn. Maar we hebben een schrikkeldag. Het is een schrikkeljaar. Vandaar dus 29 februari. Bespaartip. Een 0 euro dag. Stel een 0 euro dag in. En dat betekent inderdaad dat je die dag niks mag uitgeven. Zo word je je bewust van het feit hoe snel je tussendoor iets uitgeeft. Bovendien merk je nu ook dat je best wel een dag zonder kunt doorkomen. Zonder geld uit te geven. Ik ben net de video aan het in elkaar aan het zetten, aan het editen, of hoe zeg je dat? En ik zag dat hij alweer bijna een half uur was, dus hij is alweer lang genoeg. Dus dan ga ik jullie bedanken voor het kijken. En volgende week zie je waar we morgen heen gaan. He? Ja. Waarschijnlijk gaan we morgen weer verder varen. Bedankt voor het kijken en tot zondag.